kennismaking met de gids hier in Matera. We staan even te wachten op. Een beetje oneffen hier en het loopt naar beneden. So you can imagine that was very, very, very bad. The hygienical condition were very bad. And for this reason, many people died. Because it was the only way to have much water for their necessity. So this happened until 1952. In 1952, I arrived here. River, which is called Gravina too. And that river in the past was very important because the poor people went down every day to wash their dress. So, because since they have no water until 1928, the Gravina, that river. But since rock is very soft and also the humidity inside of the church remains the fresco, it's not possible to ask Puma family. Probably he gave the altar in the devotion of the Virgin Mary because he asked a miracle, he asked something. There was the door where people came inside of the church. This church is on the regent op dit moment jonge katten. Maar dat was de bedoeling. Het zijn troeven. Hoe dat eruit ziet, zullen we straks nog verder bekijken. Nou, we zitten hier in Trouwo. Café Trouwo of zoiets. Ja? Is wel lekker. Het lijkt redelijk vlak. Het loopt hartstikke op. 12% of zo. Gaan we even een troelendorp kijken. Dan doen we de hele zaakje in elkaar, daar, zegt hij. Zet jullie een nieuwe woning, jongens, door zo? Ja, hoe vond je ervan? Ja. We hebben wat inkopen gedaan. Vrienden gemaakt hier zo. Waar kom jij vandaan? Yes, yes, yes hoor. Dan zit hier praktisch weer bij het vieren. Er wordt er hier een dan. Die moeten naar de tandarts.